Opnieuw een aflevering van de podcast Satellite Gourmet. Welkom, lieve luisteraar. Ik heb een bijzonder koppel te gast. Caroline en Nicolas. Op zich zegt je dat misschien niet veel, maar als ik zeg humus en hortense, dan gaat er wellicht een belletje rinkelen. Een prachtig verhaal met een missie, duidelijk, over... Plantaardig over duurzaamheid en hoe je in een restaurant kan runnen zonder winstbejag. Dat vind ik nog het bijzondere. Caroline Baten en Nicolas de Kloet, welkom. Ja, die wereld van mij is anders dan die van jullie. Ik ben een carnivore, maar ik hou wel van groenten. Maar die van jullie is even mooi en die wil ik beter leren kennen. Nu, hoe vertaalt. Jullie verhaal zich uh, in het eten, in jouw etenchef. Well, ik, denk, ik denk dat wij sowieso. Um, puur puur gastronomisch gezien, dezelfde keuzes maken als, als de klassieke collega's en echt alleen maar voor kwaliteit gaan. Um, waarom ook in het seizoen en lokaal, is gewoon enerzijds vinden wij dat we veel en veel meer trots moeten zijn op wat wij hebben in, in België. Dat, is een, dat blijft een ongelooflijk manko. Absoluut. En, en, en het is voor mij onbegrijpbaar dat, dat, dat collega's nog steeds ze willen teruggrijpen naar dingen die van ver of uit het zuiden komen of via energies of, of zelfs exotische. Uh, producten, en, en ik denk dat dat iets is dat wij allebei geleerd hebben, omdat we heel veel gereisd hebben, voor uh, zo tussen, na het afstuderen en, en dan naar de hotelschool gaan, en, en wat dat je daar leert, als je in een ander land bent, met een ander klimaat, is, als je dingen lokaal en vers eet, is dat gewoon een totaal andere, van een andere kwaliteit dan als we diezelfde producten hier bij ons eten. Uh, het cliché voorbeeld is een avocado, uh -huh. uh, ik heb in Mexico gewoond en gewerkt. Ja, ik heb echt wel geleerd wat een avocado hoort te zijn. Uh, ik en heb... wat hoort het te zijn? Vol, rijk van smaak. En niet het flauwe afkooksel dat we hier in België kunnen kopen. Niet gemanipuleerd worden. Ja, niet alleen dat. Maar, maar bedoel, die dingen worden onrijp geplukt, uh, komen, worden naar hier getransporteerd... En, en dat, is niet de, dat is gewoon niet de kwaliteit, dat is niet die, die complexiteit in smaken hier, of die, die we daar hadden, die, die ik vandaar kende. Dus dan, dan denk ik van ja, maar ja, nee, dat, dat klopt niet. Ja. Uh, dus als, als wij iets willen doen dat, dat op niveau staat, dan moeten wij ook met topproducten werken. Dus dat moet lokaal zijn. En dan gaan wij alleen maar werken met wat, wat bij ons komt, met wat, wat fantastisch is. Dus dat brengt ons terug bij het verhaal van Dries. En dat is eigenlijk ook die schoonheid die wij allebei ja, ergens vanuit onze studies ook wel... alleen of die link kunnen leggen. Ja, dan... Voor ons is ook de, die schoonheid brengen ook een manier om ons verhaal over te brengen. Mm -hmm. ja, en, en schoonheid... Dingen... Uh, Lekker maken, interessant maken en eigenlijk op zo'n niveau brengen dat er niemand eigenlijk nog kan zeggen dat het, dat het niet klopt wat wij doen. En, en eigenlijk de lat zo hoog leggen en, dan niet, en echt, het niveau, echt het niveau van onze bereidingen, de ervaring, uh, service, noem het allemaal maar op, uh, echt, echt zo interessant maken dat ook mensen die eigenlijk niet geloven in wat wij doen, toch moeten toegeven dat het, dat het eigenlijk wel goed is. Mm -hmm. en, en ja, ik denk, dat, dat is eigenlijk wat wij proberen te doen. En wat, wat ons ook wel energie geeft. Hè. Ja, maar dit soort keuken vraagt dat van jezelf niet. Ongelooflijk veel meer energie, onderzoek, research. Het is gemakkelijk, met al respect, om een stukje goede biefstuk of een steak in een pannetje te bakken met goed boter. Easy piece of cake, iedereen kan dat. Maar bij jou moet dat toch. Ja, dat is echt... een uitdaging zijn. Te toch? Zeggen. Ja, ja ook om... en omdat wij zo. We maken het ons niet makkelijk. Hè? Enerzijds nee. euh, doen we iets totaal anders. Anderzijds werken we ook alleen maar lokaal en in het seizoen. Dus dat betekent dat als er een ingrediënt niet meer is, dan gaan wij niet naar de supermarkt. Ja. Eh? En dan gaan wij. Nee, dan gaan wij iets nieuws creëren dat ook weer op datzelfde niveau moet staan, minstens. Mm -hmm. He, en, en dus vandaar dat wij allebei um, constant met, met, nieuw, met nieuwe gerechten ook bezig zijn. Altijd ook alles samen proeven. Want oké, okay, we hebben wel die tweedeling van... Um, een beetje cliché van de man de keuken en, en de vrouw dan. Oh, maar hè? Uit, hè? maar, maar um, finally doen wij alles samen. Voilà. En, en gaan wij samen de gerechten bedenken, gaan wij samen de gerechten proeven. Um, en oké, okay, voor de technische kant zegt Caroline dan van, trek jouw plan. Maar ook bij de dranken gebeurt het. Caroline neemt het voorplan voor om alle botanische dranken te creëren, wijnen, bieren te selecteren. Maar daar proef ik mee en dan mag, mag ik of geef ik ook mijn... Feedback. Feedback. Ja. En, en, en zo komen we eigenlijk tot een finale resultaat ja. van wat er geserveerd ja. wordt. Ik zie het. Jullie zijn niet het cliché-koppel van chef en sommelier. Het is samen. Maar ik hoor dan ook de uitdaging dat jullie toch allez, in de klassieke gastronomie, vaak een gastronomisch menu. Dat loopt dan een aantal weken en dan gaan ze vernieuwen. Zestal weken misschien. Ja. Bij jullie kan dat dan niet zo zijn. Wij volgen 24 micro-seizoenen. Dus dat uh, is nou een heel ander verhaal dan de vier seizoenen, wat, uh, laten we zeggen, hopelijk veel chefs volgen. Um, dus 24 microseizoenen, dat is ontstaan omdat we zo'n nauwe samenwerking hebben met Ries dat we eigenlijk ontdekt hebben dat een groenten op het toppunt van smaak en... Ervaring um, na verloop van tijd weer um, een, een piek heeft, maar na, verlef, na verloop van tijd ook weer afneemt smaak. dus en smaakt. Dus aan die smaken, dat is hetgene waar we natuurlijk op inzetten. Dus Dries, Nicolas is elke dag, quasi elke dag in contact met, uh, met Dries, om geïnformeerd te worden welke groenten zijn nu op zijn piek. En dat betekent elke twee weken ongeveer dat er een gerecht, een ingrediënt in het menu zal veranderen. Dus we zijn kun... continu aan het creëren. Ja, ja. zou je dat kunnen illustreren maar een voorbeeld. We zijn nu op het moment van opname mei. Welke groenten komen nu naar voren als we dan zeggen welke groenten ga jij nu verwerken? Maar, hoe zit dat dan met die piek? Ik vind ja. dat heel interessant. Maar natuurlijk, allee, een beetje het cliché, maar asperges. Allee, ik bedoel, dit uh, groenten, hè? dat is dat is fantastisch en ik denk dat dat misschien een beetje voor iedereen zo nog een van in België toch een van de weinige groenten is die ...echt nog aan een seizoen gelinkt wordt. Uh, en dat mensen weten van... ...oké, okay, asperges, dat is van... In, ...maar allez, laat ons zeggen... ...april tot, tot juni... ...en that's it. Uh, voor de rest wordt dat... ...voor de meeste mensen... ...en voor de meeste chefs... ...iets zeer floe. ...qua groenten en alles... ...is er heel het jaar rond. Deel, zeg. Maar dat is zeer positief. <laughs> nee, 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 nee. Dat is, posi <laughs> dat is, po dat is, dat is positief bedoeld. Ja. Hè? Ja. Uh, maar waar, we zijn nu... ...volgende week starten we... ...met een gerecht met raapjes. Allee, met knolletjes... Hè? Uh, wat is in de naam. Um, <laughs> en en goh, waar, waar we bijvoorbeeld, we hadden, en dat is ook dan half maart tot eind april, hebben we een gerecht gedaan met DASLOOK en uh, jonge broccoli-scheutjes. Eh, maar dat zijn twee producten die er gewoon, de, zowat de eerste verse producten die je hebt terug in, in, in de lente. Maar die ook zeer, zeer kort er zijn. Dus wij gaan daarmee werken. Oké, okay, de is ook merk je van de kwaliteit gaat achteruit. De broccoletti hetzelfde. Die, die, die scheuten worden, ja, dat worden grotere planten. Die smaak is niet meer wat het moet zijn. Oké, okay, fine, maar dan gaan we dat niet proberen te rekken. Nee, we halen dat van het menu en dan is het een beetje een race tegen de tijd. om het terug. Dan het jaar op daarna terug of ga je dat weer anders bedenken? Wij, wij, wij herhalen nooit een gerecht. Uh, wij noteren nooit gerechten. Wij noteren enkel wel recepten. Uh, en wat? Ooit oh, een boek dat zal er moeten komen? Uh, we, we, ja, 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 dat is de, ja, dat is de dagelijkse vraag die wij krijgen. Ah, ja. uh, maar, maar, maar. Uh, goh, ja. ja maar ziet wel, maar, maar met, met wat dat heel grappig is, uh, zelfs ab, afgelopen zaterdag kreeg ik ook nog een vraag. Mensen die waren vorig jaar bij ons komen eten en die zeiden, ja, ik heb toen dag gegeten en dat was fantastisch. En ik stond er van, welk gerecht? <laughs> Wij weten dat. Ja, wij, 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 wij weten dat niet meer. Echt, ik, ik, ik moet dat altijd ook aan, aan onze medewerkers vragen. van Wat hebben wij toen weer gedaan? Ik heb een idee. Maak van jezelf een podcast. Van ja. Ja, ja, ja. ja. Je nee, dat... Hoe maak het? Carlien, noteer en, en ja. Nee, nee, wij, 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 wij zijn daar zeer. Dat, dat, dat valt mij heel hard op. Wij, willen, wij denken alleen vooruit. Ja. Eh, van wat kunnen we nu weer doen? En, en ja, bon, dat is. En dat is dan die rijkdom van de botanische wereld. Hè? Om, om een ander voorbeeld te geven. hoe, hoe flexibel we dan toch ook uh, zijn. Wat, als er nieuwe zaken binnenkomen. Uh, Nicolas kreeg een telefoontje van onze. wat we noemen onze Mushroom Hunter. Het is uh, iemand die een uh, levende encyclopedie is. Uh, hij is ondertussen 79 jaar. wat alles wat wilde champignons betreft. En dat is ongelooflijk seizoensgebonden. Dus hij zegt tegen Nicolas: Kijk, ik heb drie kilo mousserons. Heb je interesse? En dan zeggen wij ja. En dan gaan we daar iets uh, rond gaan creëren. En we hebben dan uh, Belgische saffraanbouillon gemaakt. En daar zijn dan die uh, heerlijke mousserons bijvoorbeeld in beland. Maar voor vier dagen. Ja. En dat is het dan. En dat is dan voor de gelukkigen van die week dat zij uh, zo'n bouillon hebben gekregen. Met Twee dingen die nu door mijn hoofd gaan is. Ik praat er soms ook met mensen over, uiteraard. Eén. Lokaal werken is mooi, maar dan gaan mensen zeggen van, ja, maar ja, dat is veel duurder. Hè. Hè, bio is veel duurder, binnen de collega's ook. Hè. Ja, kunnen we niet altijd lokaal werken, want dan moeten we onze prijzen enzovoort. Daar zijn ze. Hè. Hoe reageren jullie daarop? Of valt dat allemaal wel mee, maar je moet een beetje... Ik vind... Bah, ik vind dat eigenlijk dikke bullshit, om het ja. uh, netjes te zeggen. Um, ja, ja want, dat is, nee, want dat is het ook gewoon. Bedoel... Ik wil het uitlokken hoor, dat bullshit zegt. Ja, ja want, want ey, ten, eerste, ten eerste zou dat normaal moeten zijn. Uh, ten, ten, ten tweede vind ik het eigenlijk al heel erg dat er een label moet gecreëerd worden om te zeggen dat iets normaal en natuurlijk geproduceerd wordt. Eigenlijk zou het de weer omgekeerde wereld moeten zijn, moet er een label geproduceerd worden. Plakt worden op, op industriële landbouw, hè, die, die blijkbaar de norm zou moeten geworden zijn. Ja. Um, dus en, en prijs: nee, het is leven en laten leven in de zin van wij betalen minder aan Dries dan als wij via uh, veilingen en tussenpersonen gaan. Of van een ander land. Ja, ja. Hè? ja. En hij verdient er meer aan. Dus het is win-win. Dus ik. Dus ik dus hun verhaal klopt niet. Plus, derde, in België, wat, wat, wat is de grote kost in, voor een ondernemer, en zeker voor een restaurant en zeker fine dining? Is niet de, uw product, zelfs al werk je nog met luxe producten, um, dat stukje tarbot of, of zelfs foie gras dat je geeft aan die porties waar dat wij mee werken in de gastronomie? Dat is niet waar je de, het hele grote verschil mee maakt. Uh, qua kosten. Het verschil zit hem gewoon in de loonkost die zo extreem hoog ligt. En dat, dat, daar, daar wringt het. Eh, en, en zeker ook voor ons dan. Met onze keuken. En omdat wij alles van... van eigenlijk echt alles zelf doen. Um, dat, dat, dat is on, dat, daar zit zo'n kosten in. In onze loonkost. En, en dat weegt... Dat is bijna volledig uit zijn evenwicht getrokken met de productkost. Ja. Zelfs als je nog met luxe producten gaat werken. We hebben bijvoorbeeld op dit moment. Oh, bijna tien chefs voor tien tafels. Dus wij. een groentekeuken. En omdat in ons geval alles rauw binnenkomt, hè, dus letterlijk van het veld met de aarde en alle beestjes die daarbij horen, uh, alles moet schoongemaakt worden, alles moet versneden worden. We hebben soms vijftien verschillende stappen alvorens het op het bord belandt. Omdat je natuurlijk. We zitten met fermentaties, we zitten met bepaalde conserveringsmethoden om maar die diepgang te kunnen krijgen in, in, onze, in onze groenten, in onze smaken. Um, dus wij, wij gaan niet gewoon simpel een wortel op een bord leggen. Dus wij gaan daar heel veel bewerkingen mee doen, van deshydrateren tot fermenteren, tot allerlei soorten uh, interventies. En daar heb je veel handjes voor nodig. Maar dat zijn we bereid om te doen, omdat wij ook geloven in dit verhaal. Maar het is zo, net zoals Nicolas zegt: heel spijtig dat in België, heel specifiek in België, dat die, ja, dat die taxen, de belasting op loonkost natuurlijk zo hoog ligt. Waardoor fine dining de neiging heeft om ja, ofwel ja, te gaan beknibbelen daarop. Maar dat is iets dat wij niet willen doen, omdat voor ons duurzaamheid is niet alleen maar doorgetrokken in wat er op het bord komt, wat er in het glas komt... maar ook duurzaamheid in relaties. Dus wij willen eerlijke lonen geven... zowel aan onze producenten als ook aan ons personeel. Want jullie hebben eigenlijk daaromtrend een duurzaamheidsrapport geschreven. Ik las dat en ik dacht van... wauw, dit wil ik inkijken, het is blijkbaar online te vinden. Waarom hebben jullie dat willen doen? Waarschijnlijk ook van... we willen het mee verspreiden, mensen moeten zich meer bewust maken... Maar ik vind jullie zo ongelooflijk moedig daarin. Mm -hmm. Ja, dat, dat duurzaamheidsrapport is eigenlijk geschreven omdat we zoveel acties ondernamen in ons, uh, in ons restaurant. Dat ik dacht: van ja, kijk, we moeten dat ergens gaan noteren. Gewoon. Dus, ja. uh, uh, omdat we intern een document uh, uh, nodig hadden. En dat betekent eigenlijk dat elke nieuwkomer in ons restaurant krijgt dat en, en dient dat te lezen. En dat is ook een werkdocument. Dus uh, dat gaat over energieverbruik, waterverbruik. En dat zijn eigenlijk een soort van richtlijnen, een soort van um, uh, kompas dat je zou kunnen zeggen. Dat wordt gebruikt door ons team om bijvoorbeeld op een meer bewuste manier om te gaan met bepaalde energievormen, um, waterverbruik bijvoorbeeld, om dat te verminderen. Plastiek wordt niet meer gebruikt in ons restaurant, enzovoort. Dus, uh, of wat zijn alle recyclagesystemen die we hebben? Nou, we hebben er heel wat. Alles wordt gerecycleerd bij ons. Um, dus, uh, dat is intern een document dat tijdens onze we wekelijkse meetings uh, ook wordt gebruikt als referentiepunt. Um, maar we wouden ook een document maken naar de buitenwereld toe om andere chefs daardoor te inspireren. Want, wij hebben al een heel traject afgelegd, en dat is een leerkurve. En je leert en mesure. Dus eigenlijk al doende hebben wij wel wat kennis opgestoken rond hoe een duurzaam restaurant te leiden, dat dan ook succes, financieel succesvol is. Um, en we hopen op die manier ook andere chefs te inspireren. En dat is ook een document dat door journalisten bijvoorbeeld wordt gebruikt om bepaalde punten, well, ja, wat betekent het duurzaam als restaurant? Daar heb je het, hè? Dus het, het woord duurzaamheid, vergeef me dat ik het zeg, maar het wordt bijna een modewoord. Sustainability zegt men dan. Maar wat is voor jullie dan, in een paar woorden gezegd, een duurzaamheidsrestaurant? Dat heeft niet alleen te maken met het eten op je bord. Maar eigenlijk het hele bedrijf die zich daar moet aanwenden. Hè? Ja, ja, dat klopt. En, en vaak wordt de duurzaamheid gereduceerd tot uh, wat, inderdaad, wat er op het bord komt. Uh, maar voor ons begint dat ook al in het veld. Uh, dat heeft ook met uh, nadenken over wat is voedselverspilling, wat is voedselverlies. En voedselverlies heeft dan veel meer te maken met ja, hoe de boer uh, zo optimaal mogelijk zijn oogsten kan doen. En vandaar dat we dagelijks, quasi dagelijks, in contact, contact staan met Ries. Omdat hij ons informeert... Bijvoorbeeld, um, Shizu had hij een aantal jaren een overvloed, um, zeer aromatisch blad, um, dat ging verloren raken op het veld omdat hij zoveel had. Um, en dan hebben wij besloten om alles op te kopen en daar vervolgens een infusie mee te maken en daar een praline uit te ontwikkelen. Dus op die manier was Dries. Geholpen uh, met, uh, zonder voedselverlies op het veld. En wij hadden eigenlijk een heel mooie, uh, mooie praline, smaakvolle praline. Um, voedselverspilling heeft dan te maken met ons aankoopbeleid. Hè, zorgen dat uh, we enkel zoveel groenten aankopen... in functie van het aantal reservaties die er zijn... zodat er op het einde van de week, zaterdagavond... dat er ook niets verloren is. Dus alles wordt gewoon opgebruikt. We hebben daarvoor ook uh, onze cocktailbar. Dus uh, onze bar is eigenlijk... Een, uh, het zijn de pairings die wij creëren... met vaak de overschotten van bepaalde groenten... de schillen, uh, bepaalde delen van een groente... die door het keukenteam bijvoorbeeld te vezelachtig zijn... maar eigenlijk wel nog heel veel smaak bevatten... Die gaan dan naar mij, uh, naar het uh, team van de cocktail. En uh, ik ga daar bijvoorbeeld uh, infusies mee maken, zodat die als pairing, als drank, samen met dat specifieke gerecht kunnen geserveerd worden. Hetzelfde geldt met uh, kruiden bijvoorbeeld, uh, de stengels van bepaalde kruiden, denk aan basilicum, bevatten ook heel veel smaak. Daar ga ik dan ook weer uh, allerlei dranken mee infuseren. Dus op die manier krijg je een circulair systeem, eigenlijk een gesloten systeem samen met het, uh, met het veld, met onze bioboer, uh, waardoor je ja een, een volledig duurzaam op het, in het bord alles in zo'n volledig duurzaam verhaal kunt brengen dus het is niet alleen maar in het bord maar eigenlijk ook alles dat daar rond speelt en dan gaan we het nog verder uitbreiden naar ja, hoe kunnen wij alles dat met energie te maken heeft hoe kunnen we daar onze onze voetafdruk ook maximaal verkleinen. Het gaat niet alleen maar over geen vlees gebruiken, want dat is de beste manier om natuurlijk je ecologische voetafdruk te, te verkleinen, wat het meest impactvol is. Maar dat gaat dan ook over um, onze afwassers. We hebben twee afwassers. Uh, zij zijn geïnformeerd hoe waterverbruik kan verminderd worden. Het hele team gaat ook daar attent voor zijn door bijvoorbeeld de groenten die een aantal keren worden gewassen in water. Dat water, het laatste water, wordt dan weer gerecupereerd om de planten water te geven in het restaurant. Um, naar uh, verlichting toe werken wij met ledverlichting, sensoren, zodat het licht bijvoorbeeld in de toiletten terug uitvalt als iemand uh, er niet is. Dus al die uh, ingrepen uh, maken van onze zaak natuurlijk een, een heel duurzaam verhaal. En zoals ik eerder ook al zei, duurzaamheid is ook duurzame relaties opbouwen met mensen. Uh, Dries heeft uh, zijn, zijn landgoed kunnen uitbreiden omdat hij. Wij zijn een van zijn beste uh, klanten uh, uh, en weten dat wij we jaar na jaar loyaal zijn aan zijn verhaal en dat hij op ons kan terugvallen. Ook al doet hij dit jaar een bepaalde investering uh, die een impact heeft op zijn bedrijf, hij weet dat wij er volgend jaar ook zullen staan. En dat is natuurlijk iets dat je dat, dat ook mee Dient genomen te worden in dit duurzaam verhaal. Uh, wij gaan bijvoorbeeld ook duurzaamheid op het vlak van inclusiviteit doortrekken. Uh, op dit moment hebben we een vrouwelijke souschef. Uh, zij werkt nu ondertussen een kleine vier jaar bij ons. En zij is van beginner commis kunnen opklimmen tot uh, souschef. Uh, wat ik uit ervaring, uh, ik heb ook in keukens gestaan, wat uh, in die tijd toch nog een heel moeilijk verhaal was als vrouw. Dus ook dat. Dat is een vorm van duurzaamheid. Toekomstgericht gaan, gaan handelen. Mm -hmm, mm -hmm. We hebben het zero waste principe. Geen voedselverspilling. Mijn tweede dat door mijn hoofd ging was. Ja, vele mensen zeggen. Ja, een bord groenten. Daar heb ik niet mee gegeten hoor. Chef. <laughs> wij, ja, maar, wij, verstaan? Wij, en dan ja. meer nog. Ik ga het erbij zeggen. In de winter heb je vaak de kolen. Goede vaste groenten. Maar in de zomer, ja, sla en tomaat, konijnen eten wordt dat dan genoemd vaak, daar heb ik, ik niet mee genoeg. Dus ik vraag me af hoe dat, dat zit, hoe dat jullie daarop reageren. Maar dat is, dat is vanzelfsprekend een, een, een topic waar wij wel ons bewust van zijn. En sowieso is dat een, een topic dat speelt gewoon in de gastronomie in het algemeen. Uh, wij, hebben ook, wij moeten ook nog steeds vaak horen van mensen die zeggen van dat ze daar of daar gaan eten zijn wel met vlees en vis en, dat ze ook niet genoeg hebben hè? en, en dat ze ook niet genoeg hadden hè? <laughs> dus, uh, en, en, ja. dus uh, maar dat is dan weer het voordeel dat wij een, een zeer lang menu gecreëerd hebben waar dan mensen ons echt wel zeggen van amai, we hebben echt wel genoeg gegeten of dat mensen zeggen van, komt er nu nog ik denk dat we, daar, dat we het tegendeel eigenlijk wel bewijzen. Uh, en dat mensen inderdaad wel zo, soms, uh, en zeker, zeker dan mannen, uh, nog altijd iets vaker dat vooroordeel hebben. Uh, maar dit gezegd zijnde, wat dat een heel leuke evolutie is, de laatste vijf, zes jaar, en dat was al een beetje begonnen voor COVID al, is dat we wel merken dat het ons publiek... Evenwichtiger geworden is tussen mannen en vrouwen. En ook leeftijd? Want het zijn veel meer jongeren zo die meteen die wereld vinden dan de ouderen. Tussen is dat zeer breed geworden. Goed, ja. Ja, ja, nee, als wij zien, de diversiteit in ons publiek uh, is, is, is zeer bemoedigend. Uh, en, en gaat echt van jongeren tot inderdaad 60, maar ook 70ers. Mensen die je standaard niet zou vereenzelvigen met. Een, een plantaardige fine dining uh, restaurant. Ja. En we moeten het ook zeggen, eigenlijk in wezen heeft dit soort uh, eten, plantaardig eten, niets met gezondheid te maken. Eigenlijk is het ook, je kunt ook zo fantastisch bourgondisch eten met groenten. Mm -hmm. toch? Dat is het eigenlijk wat jullie willen zeggen of ja, vertellen. Dit is de boodschap die, die we inderdaad willen brengen, omdat wij zelf ook op die manier leven. Dus voor ons, uh, wij zijn Bourgondiërs, wij gaan graag eten, wij houden van volle rijke smaken. En het is niet zo dat, uh, dat de groentekeuken, al sinds de groentekeuken die wij brengen, dat dat een keuken is die, die weinig smaak heeft. Nee, we gaan eigenlijk technieken gebruiken die we hebben geleerd ook in de hotelschool. Van, uh, op een Japanse barbecue gaan we heel diepgaande. Smaken kunnen brengen, de rokerige smaken. Dus dat we echt die umami, dus eigenlijk die volheid ook kunnen, kunnen laten vertegenwoordigen in de, in de groentekeuken. Dus het is het, is, het is het smaakpalet. Ik heb op een gegeven moment tussen. Uh, mijn, uh, het, het, de opleiding in, in kokzijden en dan finaal het openen van ons restaurant, heb ik ook nog een opleiding gevolgd uh, tot voedingsdeskundige. Dus ook, ik wou ook echt wel weten, hoe zit dat nu met het nutritionele? Nou, hoe kunnen we ons lichaam ook gewoon voeden? Ook voor een stukje om, om eigenlijk die, die vragen die we achteraf ook hebben gekregen, om te kunnen counteren. En als ik screen ook wel het, het, ons volledig menu. We spreken over... Ik denk een, een kleine vijftiental gerechtjes die wij uh, serveren. Dus dat zijn kleine gerechtjes, maar in kwantiteit ja, heb je echt wel behoorlijk wat uh, hoeveelheid voedsel gegeten. En alle gerechten die zijn ook echt wel afgestemd op wat heeft een lichaam nodig. Dus mensen die zeggen van ja, we gaan geen eiwitten uh, in het menu hebben of het, we gaan daar tekorten in hebben. Ja, die kunnen we heel gemakkelijk counteren, omdat we omdat ik echt wel kan zeggen van in het menu zitten alle voedingsstoffen die je ook maar nodig hebt als mens. Dus naast het lekkere eten gaan wij um, ook wel aandacht geven. En uh, niet alleen maar wat willen de smaakpapillen graag proeven, maar ook hoe goed voel je je. Na de maaltijd. En dat is wel de feedback die we heel vaak krijgen, ook van mensen. Van, oh, ik voel me niet overpoefd, ik voel me niet zwaar. Ik voel me eigenlijk net goed. Ik voel, uh, ik voel me ja, oké okay, na, na het uh, eten van deze maaltijd. En toch verzadigd ook. Ja, en, en eigenlijk komen we op hetzelfde neer dat het zowel zelfs eh, fast fashion, in de mode en in, in alle sectoren, we hebben eigenlijk. Toch niet zoveel nodig, zoveel eten nodig, zoveel dingen. Ja, ik denk dat dat een beetje ons, ook ons, uh, allez, onze aanpak is op, op, gewoon op ons persoonlijk niveau en op dagelijks niveau is van uh, liever één iets goeds of één iets moois dan dan vijf allez, halve dingen of, of zo. Ja. En, en dat houdt voor ons veel meer steek. En, en, en dat is ook wat wij met het restaurant willen doen. En, en, ja, er, er is nog een lange weg af te leggen, hè, maar uh, wij voelen toch dat we wel een pad aan het effenen zijn voor uh, mensen die ons zouden ja, willen maar volgen. Ik denk niet, we leven in een democratie nee. en iedereen moet vrij zijn om te kiezen. Ik denk toch niet dat, jullie de, bedoel, dat de bedoeling ervan is om nu alle anderen van tafel te vegen. Nee, dat is eigenlijk net hetgene wat we net niet wilden doen. We gaan niet met ja. het vingertje uh, een bepaalde boodschap brengen. Dus ja. we willen ook opnieuw, we willen echt vanuit... Bewustwording. En dat zien we ook. En wat heel interessant is, in het beginjaar, laten we zeggen het eerste jaar, dan hadden wij een overwegend vrouwelijk... Dat is een beetje het cliché. En dan na verloop van tijd zijn echt wel meer en meer mannelijke gasten gekomen. Dat we nu soms een overwegend mannelijk publiek zitten. Dat er ook echt wel die verschuiving heeft plaatsgevonden. Dat het niet meer zo is van ja, als man, ik moet mijn stuk vlees elke dag op, op het bord hebben. Dat er ook echt wel die openheid daardoor ontstaan is. En ik denk, ik voel ook wel aan dat wij daar ons steentje hebben aan kunnen bijdragen. Net omdat we niet met het vingertje aan het, aan het wijzen zijn geweest. En, en echt vanuit smaak hebben gehandeld. Ja, en ik denk ook, allee, wat dat voor ons wel interessant, uh, allee, nee, belangrijk is, is inspireren. Hè? En, en dat we ook veel collega's nu kunnen inspireren en tonen van, kijk, ja, maar je kunt wel volledig plantaardig werken uh, en succesvol zijn. Uh, en, en. Dus jullie durven nu vandaag zeggen, wij hebben een financieel gezond bedrijf. Ja, mm -hmm. ja, ja, absoluut. Um, en, en natuurlijk, ja, je moet bereid zijn om er heel hard voor te werken, maar ik denk dat er in de horeca niet veel anderen zijn. er is Whatever that you do, er is maar één weg. Maar één weg. En, 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 nee, en, en ik denk dat allee, wij, wij zijn niet tegen klassieke gastronomie, maar wij vinden wel dat die op een andere manier kan. En, en ook als je klassiek wil werken, ja, maar ga ja, dan eerst kijken wat dat je rondom jou vindt. En, en ga dan werken met uh, lokale producenten. En, en ga niet met producten werken van wherever. En, en dan kun je nog altijd een veel meer klassiekere uh, aanpak hebben. Maar werk dan met vis die van hier komt. Werk dan met vlees dat van hier komt. Werk dan met boter van bij een echte, goede uh, producent. En ga niet dingen halen van, where, allez, van waar dat ook mogen komen, gewoon omdat dat. Goed staat, of omdat dat chic oogt. Ja, maar ik denk dat jullie verhaal ook meer kan zijn dan alleen te moeten blijven bestaan binnen de gastronomie. Ook mensen die thuis. Daar iets kunnen aan doen. Hè? Het mm. zero waste principe, anders gaan eten, uh, je eigen moestuin eens proberen. Uh, mijn collega uh, Johannes heeft zijn eigen moestuin. Uh, wij ook thuis hier en daar wat groente zetten. Dus uh, het hoeft niet alleen bij de gastronomie. Nee, 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 absoluut niet. En, en dat is ook wat wij de mensen willen meegeven. Hè? Die komen eten bij ons van. Ja. Dit kun je zelf ook doen. Oké, okay, niet, niet op dit niveau, maar dat doen wij voor onszelf ook niet thuis. Doe dat eenvoudig, maar werk wel met die producten. En ga, ga lokaal kopen of voor mensen die in de stad wonen. Als dan, ga dan op zijn minst gewoon al naar de bio-shop. Dat, dat is al iets. En, en ik moet zeggen, voor ons, wij wonen in, in Brussel. In Brussel is zo makkelijk. Uh, ook als particulier om ja toch? Ik ja, ja dat zo is van. ja ja nee dat is zo uh, nee, nee de, de biowinkels, uh, het, het wordt een concurrentiestrijd ik ja. bedoel zoveel zijn er ja. en, en er zijn echt wel verschillende winkels die, die een heel duurzaam lokaal beleid hebben hè? En, en dus het is eigenlijk voor ons als als stadsmens super eenvoudig misschien ja. zelfs soms makkelijker dan mensen die Ergens in een klein provinciestadje wonen of op het platteland wonen. Ja, maar we leven natuurlijk, Carleen en Nicolas, in een multiculturele wereld. Mm -hmm. Een multiculturele samenleving. Dat zal in Brussel zeker het geval zijn. Gaan jullie dan nooit producten van de Marokkaanse keuken of uh, de Turkse keuken of whatever, wie dat er ook in, in Brussel leeft, de Japanse keuken, ga je die nooit gaan toepassen dan? Technieken wel. technieken wel. We hebben ja. een zeer internationaal team, wat heel fijn is. We, hebben, we gaan er van Argentijnse chef Indische chef. Dus, en wat wij doen, is eigenlijk die wereld ook in huis halen. En dus wij laten hen traditionele recepten, maar... Met lokale, met produ producten. lokale producten. We gaan ja. daar een vertaalslag van maken. En zo is het. Ongelooflijk inspirerend natuurlijk is om het ja. op, hier, op die manier te doen. En uiteindelijk, ja... Uh, gaat het ook vaak over technieken. Hè? Dus uh, kan je bijvoorbeeld... hoef je niet noodzakelijk dadels te gebruiken in een bepaald recept. Kun je het misschien vervangen door lokale pruimen of zo. Hè? Dus je, je gaat daar een bepaalde techniek op toepassen... waardoor je eigenlijk een, een smaakregister kunt, kunt bereiken... Dat, dat dat heel erg gelijkaardig is bijvoorbeeld. Of je gaat er misschien net een upgrade van maken... en je gaat er nog iets speciaals mee doen of zo. Dus uh, wij, wij vinden het heel fijn om ons, ons te laten inspireren door... De oude, vooral de oude traditionele technieken van een bepaald land, van een bepaalde eetcultuur, en die dan een vertaalslag. Ja, maar producten minder dus. Ja, ja absoluut. Als ik maar, het zo begrijp. Maar, ja, hè? Maar, maar dat is ook het voordeel van de luxe die we hebben met Dries. Ja. Allee, die, die heeft zo'n gamma aan, produ aan, aan producten en aan dingen die, die wij vaak als exotisch bestempelen. En, maar waar dat hij toch in slaagt om, om die te telen. En, en, en tegelijkertijd moet je ook zien. En veel, veel ingrediënten die wij ook als lokaal beschouwen, en die, die gewoon sinds lang een deel uitmaken van onze Belgische keuken, komen ook van ergens ver weg. Ooit, de, aardappel de aardappel is het best, beste ja, voorbeeld. Hè? Ja, ah, nee. Ik heb dat gevonden. Ik, ik dacht van, ik, ik vind dat leuk, hè. die geschiedenis van waar komen. Ja. die komen niet van bij ons. Nee, 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 allee, <laughs> ja, 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 nee. als je teruggaat naar na, 1500, na, na, na dan, dan, ja. die, die kenden dat niet. Die wisten ja. niet wat dat was. Hm. Dus het is ook niet zo moeilijk of uitzonderlijk om dingen die, die vanuit andere regio's komen. ook bij ons te telen. Allee, de aardappelen en tomaat zijn misschien de twee bekendste voorbeelden. Um, en Dries laat zich inspireren door ja. de Noordelijke Hemisfeer. Ja. Dus dat is een gebied dat gaat van, van China tot, uh, tot uh, Canada en, en Europa en ja. Noord-Europa daarbij. Dus uh, dat is een ja. zeer dus, botanische wereld. Dus dat ja. dit is een ongelooflijke rijkdom. Ja. En, en... Dus wij, wij zijn, want mensen vragen dat vaak. Hè, zo van, ja, wat doen jullie dan in de winter? Ja, Oké, okay, ja. ja, inderdaad. Ja, in de winter zijn het wel meer kolen en, 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 hmm, en, en, en witloof en, en, en wortelgroenten. Maar, maar ja, je kunt daar ook fantastische dingen mee doen. Dus uh, ja, nee, er is zo'n rijkdom. En zoveel planten dat mensen niet kennen of, of waar je echt dingen mee kunt doen. En, ja. en... Maar laten we toch nog even, we zijn bijna aan het einde van onze podcast. Het kan niet altijd roze heur en maneschijn zijn. Hè? Dus uh, in het runnen van zo'n bedrijf, of hebben jullie nooit geen off-dagen? I wish. <laughs> Zondag, maandag, dinsdag zijn we gesloten. <laughs> nee, maar ik bedoel van, ja. nooit eens van... Oh ja, waarom zijn we nu? Of waarom zijn we wie we zijn? Nee. Uh, wel, ik zeg nu heel duidelijk een nee. nee. Kijk, ik ik spring misschien... Hè, wow. ja, maar... omdat, eh, omdat wij een hoger doel stellen. Ja. Dus wij, wij, wij runnen geen restaurant omdat we voor de sake van nee. een restaurant. Wij runnen een restaurant om. Niet we... om geld te verdienen. Nee, hè? Want... nee. nee, dan nee dan dat, dat dan is dan ook helemaal dan niet zo. We hebben een heel slechte keuze gemaakt. Ja. Ja. We doen het echt om, om, om ons, uh, ja, ons verhaal. Ja, en dat is, dat is, we zien elke week ongeveer 200 gasten. Laten we zeggen, een, wat is het, een 10.000 per jaar of zo. Dus ja, na een aantal jaren. We zijn nu in ons achtste jaar. Toch een, iets van een kleine 80.000 mensen, die we hopelijk ergens een sprankel van bewustzijn hebben kunnen geven. En, en opnieuw, we komen terug bij dat verhaal: onze liefde voor de aarde. En, en hoe kunnen we ja, toch collectief wat beter zorg dragen? Ja, en laat ons duidelijk zijn om de liefde voor elkaar. Ja, <laughs> liefde voor lekker eten, liefde voor ja. inderdaad alles dat ja, ook plezier geeft. En, en ja, dat kunnen overbrengen aan mensen, ja, dat, is, ja. dat is gewoon het mooiste beroep van de wereld. Dan. Goed gezegd, chef Nicolas? Ja, nee, helemaal mee eens. Um, ja, natuurlijk. Ja, 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 goed. En uh, daarin nog. Ambities buiten het delen. Want je hebt nu een Michelin-ster, een groene ster. Ik denk, ik bedoel, dit is mooi, dit is een erkenning, maar dat is voor jullie denk ik niet het belangrijkste. Goh, nee. het een, een erkenning, zoveel is het. De... Als ah, Tuurlijk, absoluut. Uh, en Vandaar dat we er ook blij mee waren en nog steeds zijn. Allee, uh, dus we dan, als... En ook binnen uh, de, de lijst van Frank Vol, uh, de beste ja. groentenrestaurants, daar staan jullie ook heel hoog aangeschreven. Dat zijn op die lijstjes. Hè? Ja. Dat is leuk, hè? Ja, nee, nee, absoluut. The best the best mm -hmm. Discovery mm -hmm. heb ik gezien. dus ja. Dat is mooi, hè? Maar ik denk dat, we in tegenstelling tot wel een aantal collega's, is dat voor ons niet het streefdoel. Wij, wij hebben het niet gemaakt of wij hebben het niet gefaald als we dit, dat of deze, ja. wel of niet. Ik um, denk wat dat wat voor ons belangrijk was, is gewoon ons verhaal vertellen. Ja. Eh, en, en, en dingen op zo'n niveau willen brengen dat, dat niemand nog kan zeggen dat het niet goed is. Eh, en dat mensen gewoon moeten zeggen: Ik persoonlijk, het is mijn ding niet. Oké, okay, fijn en dat, dat blijft onze drijfveer om zo die lat elke dag weer hoger te leggen en zo van wat wij eigenlijk willen creëren is gewoon het restaurant waar wij zelf naartoe willen gaan waar wij zelf blij van worden ik denk nu even aan ja, het belang dat wij ook stellen in onze niet-alcoholische dranken. Dus dat is vaak het, de wereld, de gastronomie is zo gericht naar wijnen, Franse wijnen of Italiaanse wijnen. Um, maar dat het verhaal dat wij willen brengen is echt uh, dat bijvoorbeeld de niet-alcoholische dranken evenwaardig zijn als het alcoholisch assortiment dat we yes. geven. Ja. En, en dat daar ook nog sterker dat botanisch verhaal naar voren kan komen. Okay omdat wij. Enerzijds is er een wisselwerking tussen keuken en bar. Zoals ik eerder zei, dat we alles dat keukenteam niet gebruikt, gaat dan naar de bar toe. Maar dan ook weer die nauwe samenwerking op het ritme van de 24 micro-seizoenen. En dat mensen. dat ons menu niet langer een menu is. waar enerzijds wat er op het bord komt. en dan heb je ook nog dranken daarnaast, dat wij dat een full experience noemen. En dat dat eigenlijk één groot geheel is geworden tussen. Verschuiven van op het spectrum van vast naar vloeibaar. En van... okay, bedoel je dan het? Ja, men noemt dat ook zo soms binnen de gastronomie: sapjes arrangement of de sapjes, ja. maar ik hoor niet graag dat woord sapjes. Nee, ik kreeg, mijn tenen beginnen daar ook al ja. van te krullen. Laten we het dan mocktails noemen. Ja, ja het, zijn, het zijn volwaardige mocktails. Hè. Het, zijn, het is mixologie wat ik doe. Dus ja. het is uh, niet gewoon ergens iets fruit dat wordt geperst of zo. Het gaat echt over infusies en fermentaties die ja, soms dagenlang kunnen, kunnen lopen. Ik ga ook keukentechnieken gebruiken. Dus het is echt een soort van Liquid cuisine, dat ik, uh, dat ik breng. Dus technieken die het keukenteam, die ik als chef uh, zou gebruiken, gaan ervan werken met uh, sous videus, uh, dus uh, vacuum tot uh, uh, fermentaties, tot uh, voilà, gebruik van bepaalde hulpmiddelen, zoals thermomix. Dus eigenlijk dat je echt bepaalde technieken uit, uit, uit de keukenwereld Toepast op de dranken zodat je een vloeibare versie bijna krijgt van wat er in het bord ook, ook is. En dat is zeer gelaagd. Dus zuet, zuur, zout, bitter, umami. Het zijn al die smaken die dan ook weer terugkomen in het glas. Dus die complexiteit die daar dan ook in zit. Trouwens, jullie gaan dan ook vaak eten. Gaan jullie dan altijd die veganistische, plantaardige restaurants gaan opzoeken? Zitten we goed in Vlaanderen? Wat België al? <tus> Nog een beetje triestig. Hè? Waar we, als we in België gaan eten, zo bij vrienden. Dus vriendenchefs uh, gaan eten. Um, maar ook chefs die op een duurzame manier bezig zijn. Ja. Opnieuw, dat is ons dat is het belangrijkste verhaal. Um, wij, uh, zij passen het menu aan. Um, zij, zij vinden het vaak ook het zijn type chefs die vaak ook graag creatief bezig zijn, die uh, het gevoel hebben, yes, ik kan mij uitleven nu in een uh, veganistisch menu voor uh, Nicolas en Caroline en uh, dat is eigenlijk ons grootste plezier ja. dus. ik denk nog altijd dat er veel meer dergelijke keukens zijn in het buitenland dan bij ons dus dat maar, moeten we gaan kenteren maar, maar, la, la. ik denk dat we daar ook weer een kanttekening moeten maken hoor Allee, ja. bedoel, wij gaan inderdaad vaker eten bij collega's die ook een omnivorenmenu menu hebben, gewoon omdat restaurants die alleen maar plantaardig op niveau koken, zijn nog in de minderheid. En dat is niet alleen in België. Ah, ik bedoel, oh, ja. wij, ook als wij in, in het buitenland... Er dus zijn er toch echt niet veel hoor. Ja. Uh, dus er is echt nog wel ja. werk aan de winkel. Maar wat dan leuk is, een vijftal. Maar wat dan wel leuk is en interessant is, is dat er meer en meer collega's de twee hebben. En dat, het, dat en dat het tweede menu ook echt wel goed aan het worden is. Ja, en dat is ook, dat is dat is ook al ja. heel mooi. Ja. Voilà, goed. Ja. We zijn op goede weg, mm -hmm. maar we zijn er nog lang niet. Ik uh, denk, ja, denk dat dat een beetje de conclusie is. Ja. Ja? <laughs> maar het is ook fijn om pionier te zijn. En, uh, en, uh, en dat is ja. een rol die we met plezier uh, te harte nemen. En, uh, het is duidelijk, het is een compleet verhaal: hè? Ja. van drank tot eten tot hospitality tot het hele environment of de omgeving. Het is zo ook een cliché. Om, vrouw wordt vaak dan, eh, of, of de partner wordt dan vaak gereduceerd tot de gastvrouw, hè, die dan de ontvangst doet. Maar jij doet meer dan alleen en, maar dan. Ja, yeah. dat. Ja, dat is het verhaal dat we ook willen brengen. Hè. Dus Aha. dat de vrouw niet in de schaduw staat van, van de chef. En dat is geen ego-verhaal, want de, de reden waarom we toen echt ons beiden altijd op de voorgrond zetten, is omdat dat dan wel het cliché-verhaal is in het algemeen. En dat ik echt vrouwen ook in de gastronomie. De partners van de shop tonen van het kan ook anders kan je hoeft niet in de schaduw te blijven staan. Want jullie job is evenwaardig als er geen goede entourage is. Hè, want het is ook vaak de vrouw die dan zo het team lijmt en uh, alle bemiddeling doet en uh, people management. En er zijn zoveel factoren die, die een goed draaiende zaak bepalen, ja, dat, dat, dat dat ook een, een daglicht mag gesteld worden. Ja. ja, daar wil ik graag met voor mij zeer, zeer graag aan meehelpen. Uh, dus het duurzaamheidsrapport online, de hotelscholen een beetje wakker maken. Uh, dat is, uh, de, wat moet inspireren, absoluut. Ik heb nog één vraag voor jullie. En dan, en dan nu de, de, de terugkerende vraag. vraag. Ik stop jullie in een teletijdmachine... En jullie mogen terugkeren naar een heel mooi moment in jullie beide leven. En je mag dit nu opnieuw herbeleven. Nu. Dus uh, die teletijdmachine staat hier achteraan. Een <laughs> beetje Star Trek-achtig. Ja. <laughs> of bij professor Barabas. Ja. Maar het is wat. Welk moment kies je? Je hebt misschien er twee of je hebt er eentje samen. Ik, ik weet al eentje, denk ik, zo de dag dat jij stond te shake. Ja, ja. daar was ik dus aan, aan het denken. Ja, ik ik dacht denk van, de, ja, dat is ja. ja, wel. Ja. Heeft... hoe oud was je toen? Uh, we waren allebei dertig. Ja. ja, we zijn ja. even oud. Ja. Dus, uh, en ik denk dat dat inderdaad die synchroniciteit, de rest ja. van ons leven heeft dat gemarkeerd. Ja. En, ja. Is er nog één moment? Uh, moment? Of uh, Nicolaas? Ja. Ik, heb, ik, ik weet niet, maar dat is zo, nu heb ik zo het gevoel dat de rest allemaal zo, soms net iets te organisch gegroeid is. Ja, dat is één grote uitspatting. Nee, ja, ja, maar dingen gebeuren gewoon. En, 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 maar ik denk, wat, wat een heel mooi compliment was op een gegeven moment, Daniel Ham is uh, Eleven Madison Park, uh, drie sterren, 100% plant-based uit New York, is bij ons komen eten. En dat was echt wel... Ja, is een grote chef. Uh, is iemand die ongelooflijk ja, creatief is. Uh, ook een pionier in, 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 zijn, in zijn gebied. En hij uh, heeft dan uh, ja, gesmuld van ons degustatiemenu. Ik denk een ander moment. Dat, en dan heb ik het ook echt op menselijk vlak. Uh, Jian Kwan, uh, boeddhistische... Uh, kok, Non, uit Zuid-Korea, uit de Netflix reeks Chef's Table. Zij is ook bij ons komen eten en is iemand die ook wel zeer inspirerend is op het vlak van fermentaties en de Zuid-Koreaanse keuken. En ja, heerlijk om voor zo'n mensen te koken. En ik denk dat dat... Stel dat het geen teletijdmachine is, maar een toekomstmachine. Wie zou er toch nog eens bij jullie mogen komen eten dat je zegt van, wauw, moest ik deze op bezoek krijgen? Dan zal mijn ego groeien. Uh, oh, Nick Cave. Ah. Nick Cave. Oh, waarom? Vertel. Oh, wow. Nick Ja, fantastische artiest. Ja. Uh, maar niet alleen. Ook botanisch. Uh. Even hey, wel een vegetarisch. Uh... Verleden, maar als dat nu nog zo is. I don't know. Maar... Alleen geen idee. Uh, maar ja, dus gewoon. Maar je kunt een oproep doen in het Engels. <laughs> ja. Nu, nee, want uh, Nederlands gaat hij het niet verstaan. Ja, zeg het ja. maar. Ja, ja. Nee, We gaan nee, het op... lanceren. Nick Cave, yeah. come to. Uh, al... Ja, ja, want het, het grappige is dat er wel zo. Ze zeggen altijd: er is, er is maar één persoon tussen jezelf en iemand anders, of zeven personen, of ja, iets. Ja, ja. dat? in zijn geval is er maar één persoon, omdat we, we kennen echt wel mensen die hem kennen. Uh, ja. Maar ja, goed. Sorry, het is nog <laughs> ja, niet gelukt. Ja. Het is nog niet gelukt. Maar, maar dat is inderdaad uh, ja. Iemand, en dat is opnieuw de inspiratie die wij halen uit kunst, uit, uit cultuur, uit, uit dit soort van muziek. Dat is onze voedingsbodem om dan ja. te kunnen werken als ja ja, 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 is ook iemand die meer een universalis is, dan puur die muzikant. Uh, en ik denk dat dat ook is, wat, uh, wat ons wel intrigeert. Oké, okay, Nick heeft mag komen. Yeah. En uh, de teliteitmachine laat ons toch maar dat moment in. Uh, de hotelschool herbeleven hè? Ja, trouwens was wel. de mocktail lekker van Caroline toen <laughs> <Oeh>. <laughs> ik denk dat dat toen eigenlijk een beetje bijzak was maar, <laughs> ja. uh, dat dat ik denk dat die helemaal zo versmolten is ergens zo in, in, het, in het moment zo, uh. <laughs> nee, ik denk dat gewoon uh, dat er op dat moment andere dingen uh, belangrijker, uh, yeah, yeah. belangrijker waren dan die mocktail uh. yeah. En elke, elke dag kan hij mijn uh, mocktails sproeien. Ja. Dus, uh, ja. En elke dag elkaar graag zien. Ja, dat is ja, ook is veel waard. Hè? Ja. Caroline en Nicolas, mag ik jullie hartelijk bedanken om hier aanwezig te zijn. Het was zalig. Ik zou nog uren met jullie kunnen doorpraten. Dat is heel erg gedaan. Dankjewel. Dankjewel. Dit was het dan voor deze aflevering. Bedankt dat je erbij was. We hadden het goed samen. Ga naar satellitegourmet.com en lees meer over deze podcast. Elke episode vind je ook op Spotify en Apple Podcasts. Op het YouTube-kanaal Satellite Gourmet voor video. Denk eraan om ons te volgen en subscribe.